Het is de maand van de filosofie, dus wij hebben een filosoof aan tafel. En niet zomaar één. Kersvers aangetreden als postdoctoraal onderzoeker aan de Erasmus Universiteit. En hij heeft gelijk een boek uit de mouw geschud. Waarin hij bovendien een nieuwe filosofische stroming introduceert. Het machinisme. Voortbouwend op het werk van Franse filosofen als bijvoorbeeld Gilles Deleuze, stelt hij dat er iets helemaal mis is met de manier waarop wij orde proberen te scheppen in de chaotische werkelijkheid om ons heen. Wat precies en hoe dat anders moet, dat vraag ik aan de auteur himself. Arjen Klein-Heerenbrink. Geef me een groot applaus. Arjen, mooi boek. Ik heb het al mogen lezen. Voordat we daarover gaan praten, eerst even iets anders. Jij hebt eigenlijk een achtergrond in de bedrijfskunde. Ja, net als jij. Dat, ja, wat doet iemand uit de bedrijfskunde uiteindelijk aan de faculteit wijsbegeerte van een universiteit? Uiteindelijk, voor mij is bedrijfskunde is een essentie organisatiekunde. Door proberen uit te vogelen wat organisaties zijn en hoe ze werken. En filosofie zit daar denk ik niet zo heel veel vandaan. Dat is geen wereld van verschil eigenlijk? Nee. Oké. Je boek begint met de woorden, er bestaan nogal wat dingen. Ja, ik dacht ik begin met iets waar iedereen het wel mee eens kan zijn. Dan lok je de lezer een beetje langzaam naar binnen en vanaf daar gaat het dan allemaal wat makkelijker. Ja, want dingen spelen een belangrijke rol in dit boek. En ja. We gaan proberen om in het gesprek stapje voor stapje uit te leggen waar het over gaat. Ja, we hebben anderhalf uur, toch? Ja, absoluut. Ja. Waarom gaat het over dingen en de manier hoe wij die zien en ordenen? Omdat het probleem daarmee, volgens mij, is dat filosofen heel slecht zijn in het bestaan van, heel slecht zijn geweest historisch in het bestaan van dingen denken. En mensen ook. En als je. Wat even de gelijke nuance is dat ik met dingen in het boek wordt niet alleen bedoeld tafels, stoelen enzovoort, want dan zou het een vrij banaal verhaal zijn. Maar ook zaken bijvoorbeeld zoals festivals, families, samenlevingen enzovoort. Dus het boek heeft ook gelijk een sociaal-politieke impact. Hè? Je kunt bijvoorbeeld de beroemde uitspraak nemen van Margaret Thatcher, de beroemde neoliberale politica, die haar beleid baseert op het idee, er is niet zoiets als een samenleving, er bestaan alleen individuen en families. Mm-hmm. En zodra dat gezegd wordt, zodra je dus op die, dat is een metafysische stelling, van, het stopt zo'n beetje bij mensen, complexere entiteiten, complexere dingen bestaan niet, daar hoeven we ook geen rekening mee te houden. Dat zijn voor mij zorgelijke momenten, dat blijf je ook steeds terug horen. Een andere tweede kleine voorbeeld is dat met het hele gedoe rondom de massavernietigingswapens die wel of niet in Irak zouden zijn, is er een berucht interview met een van de beleidsadviseurs, waarschijnlijk Karl Rove van George Bush, die gevraagd wordt van, nou ja, bestonden, zijn ze echt? Bestonden die massavernietigingswapens? Waarop het antwoord was van die beleidsadviseur, hoog in de regering, wat een naïeve vraag, meneer de journalist. Jij denkt nog dat er zoiets is als de realiteit die je kan bestuderen en die je kan aanraken en wat ermee gebeurt. Wij, Amerika, zijn een imperium. Wij besluiten zelf wel wat de realiteit is. En als wij daar klaar mee zijn, dan kunt u die bestuderen. Maar dan zijn wij ondertussen al een nieuwe realiteit aan het maken. Nou, en dat zie je ook een beetje in Trump's politiek door, dat ook daar het idee werkzaam is van, wij kunnen een heleboel entiteiten gewoon terzijde schuiven. Uh-huh. En de claim maken dat ze niet bestaan, dat ze geen causale werking hebben in de werkelijkheid. En dan kunnen we ons richten op ons eigen spelletje. Volgens mij snap ik er nu al helemaal geen barst meer van, Arjen. Laat ik het anders heel makkelijk. Jij schrijft in de inleiding van je boek, dit boek moest er komen en wel nu. Misschien kun je uitleggen waarom, waar de urgentie vandaan komt. Precies, ander voorbeeld. Derde voorbeeld. Wat het boek probeert uiteindelijk, daar eindigt het ook mee, is een manier van ecologisch denken proberen aan de man te brengen. En ook daar richtlijnen voor te geven en dat logisch uiteen te zetten. Wanneer moet je ecologisch denken? Je moet ecologisch denken zodra iets een chaos is. Zodra je nergens meer vaste grond hebt en je in een soort zwerm terechtkomt en denkt, hier hebben we geen model voor. We moeten on the fly, on the run leren een situatie analyseren. We kunnen niet terugvallen op een of ander denkmodel wat we al heel lang in de kast hebben liggen. Ja. Het is een goed plaatje daarvoor. Een van de zaken waar wij ons mee geconfronteerd zien, denk ik, is een wereld die alleen nog maar zwermt. Die steeds complexer is. Mm-hmm.
de natuur is al lang geen stabiel, harmonieus geheel meer. Dat is allemaal gedoe. En dat is een ordeningspoging geweest, hè, zeg je eigenlijk. Dus natuur, ja. Een andere ordeningspoging is bijvoorbeeld Dick Swaap. Die zegt, wij zijn alles ons brein. Ja. Dus alles spruit daaruit voort. Er zijn mensen die ontzettend veel waarde hechten aan God daarin. Ja. En jouw boek is eigenlijk een soort... Je trekt ten strijde eigenlijk tegen die ordeningsprincipes die wij... Die wij telkens maar proberen. Het probeert te laten zien waarop elke manier waarop je de werkelijkheid als het ware in tweeën deelt en zegt: oh, hier zijn een heleboel moeilijke, chaotische zaken met elkaar aan het mengen. Maar maak je geen zorgen, want hier is een soort stabiele pol, een soort stabiel principe, een waarheid of een plek of een ding. En geef nog eens een paar voorbeelden van die waarheden of die stabiele polen. Die populariteit van breinboeken is een dankbaar voorbeeld, zeker omdat het in Nederland heel populair is. Wat die boeken eigenlijk zeggen is, beste lezer, dag in dag uit vindt u zich geconfronteerd met allerlei gedachten, herinneringen, neigingen, vragen, twijfels, onduidelijke gewaarwordingen en die zwermen door u heen. Maak u geen zorgen, want dat bestaat eigenlijk allemaal niet. Dat is uiteindelijk het brein en de neuronale interactie die daar plaatsvindt. Verrassing nummer 2 is natuurlijk altijd, dat brein kunnen wij netjes begrijpen en doorgronden. Dus de chaos zal, zo niet vandaag, dan zeker morgen getemd worden. Ja. Dus dan wordt er eigenlijk over jouw hele mentale leven gezegd, dat is als het ware een soort projectie op een muur. Die doet zelf niks. Dat is alleen maar een soort reflectie van de projector die daar aanwezig is. Mm-hmm. En hoe chaotisch de projectie ook is, die projector kunnen wij als het ware bij de kloten grijpen, begrijpen, doorgronden, analyseren en dan hebben we meesterschap over de realiteit. En nou schrijf jij, dit boek is eigenlijk een soort, jij wil afrekenen met die behoefte om dingen telkens te reduceren tot. Dus bijvoorbeeld als we bij dit voorbeeld blijven, te zeggen, nee, wij zijn ons brein, dus alles spruit daaruit voort. Wat is daar eigenlijk mis mee? Omdat het is een achterlijke gedachte om de volgende reden. Als je zegt, bijvoorbeeld, de batterij werkt elektriciteit op. Dan zal natuurlijk niemand zeggen, oh, dus bestaat elektriciteit eigenlijk uit kleine batterijtjes of kleine accu's. Dat is geen goede redenering, dat klopt niet. Terwijl er wel een heleboel mensen denken, oh, of in ieder geval geloven, oh, de neuronale interactie, hè, de processen in ons brein, die wekken ons mentaal leven mede op. Dus ons mentaal leven bestaat eigenlijk uit neuronale processen. Mm-hmm. Dat klopt natuurlijk niet. Maar het is toch ook mensen eigen om een beetje zo orde te scheppen en te willen scheppen en causale verbanden in die chaotische werkelijkheid te willen aanwijzen. Anders word je toch helemaal knettergek als je niet meer kunt zeggen dit komt door dat of ik word dronken omdat ik dit biertje nu in mij giet. En dat is toch dat is er toch de hele tijd aanwezig, oorzaak, gevolg. Ja, je doet dat constant. De enige reden dat iedereen hier kan zitten zonder compleet gek te worden, is dat je je niet constant volledig bewust bent van al je ledematen, van de 100 biljoen micro-organismen in je, van je verteringsstelsel, van de vloer, van de stoelen, van het licht enzovoort. Als het allemaal tegelijk zou binnenkomen, dan zou dat niet draaglijk zijn. Alleen het feit dat je de werkelijkheid waarneemt als X, betekent niet dat de werkelijkheid ook X is. Mm-hmm. Kun je een voorbeeld geven waar dat dan... Kijk, want bij zo'n Dick Swaap geeft ons een handvat om iets heel ingewikkelds te begrijpen. En ik denk dat de meeste mensen ook wel denken, nou ja, en misschien is er ook nog zoiets als God, en misschien is er nog zoiets als dat, en misschien is er nog iets als dat. Ja. Maar het is in ieder geval een handvat. En dat biedt ons steun. Ja, maar heleboel dingen die je steun bieden zijn niet waar, hè? Ja, maar de vraag is natuurlijk hoe... waar ik naartoe wil, kun je een voorbeeld geven dan waar het niet per se niet waar is? Dus dat een reden zou moeten zijn om er niet dat geloof aan te hangen. Maar dat je echt zegt van, hier is het schadelijk. Een beter voorbeeld om te geven is een situatie waarin het absoluut noodzakelijk is om heel goed te letten op welke entiteiten er wel bestaan en wat je wel en niet reduceert. En dat is bijvoorbeeld wanneer men op zoek is naar nieuwe ziektes. Mm-hmm. Dat is een voorbeeld wat de filosofen die jij net noemde, dus Deleuze, Serre enzovoort, die gebruiken dat ook graag, denken vaak over ziektes naar. Waarom? Omdat het vrij vaak voorkomt, volgens hun, hè, als dit niet klopt, is het in ieder geval een goed illustratieve fabel. Het komt vrij vaak voor dat je eerst een set symptomen in beeld hebt, voordat je weet hoeveel ziektes zijn hier nou daadwerkelijk aan de hand.
Dus je hebt bijvoorbeeld 11 nieuwe symptomen onder een groep mensen. En je moet je afvragen als mensen die daarbij betrokken zijn, wat speelt hier? Is dit één virus? Is dit één bacterie? Is het misschien iets psychosomatisch? Zijn het drie dingen door elkaar? Enzovoort. En welke entiteiten je daarin gaat aanwijzen en behandelen als reëel, is van absoluut cruciaal belang. Dus iedereen snapt dat het niet slim is om zo'n situatie in te gaan met zo van tevoren al een opgezet model van het is precies één ziekte. Kunnen er geen twee of drie zijn? Mm-hmm. Je snapt dat je je ogen en oren moet openhouden en moet blijven testen van oké, hoeveel entiteiten zijn daar op elkaar in aan het werken? Wat besmet wat? Wat mengt met wat? En hoe komen we daar op de beste manier achter? Wat dit boek betoogt is dat dat in alle domeinen zo zou moeten gaan. We zouden ons in alle domeinen zo moeten gedragen. En kun jij een voorbeeld geven van als mensen in de zaal dit boek lezen, hoe ze dan morgen anders over straat lopen? Hoe je morgen anders over straat loopt. Deleuze die noemt dat in geval van twijfel altijd naar een meesterfiguur grijpen, hè, met filosofie. Dus Deleuze die noemt dat het proberen te voorkomen van cynisme bij jezelf. En hij zegt, en dat is een dankbaar voorbeeld, hij zegt, de cynicus die zal bijvoorbeeld zeggen, oh, liefde bestaat eigenlijk helemaal niet. Wat er eigenlijk alleen maar bestaat is aan de ene kant je hormonen die een beetje hun ding doen en jou als het ware meeslepen in iets. En aan de andere kant bestaat er de beeldcultuur. Dus Hollywoodfilms en romantische comedies en Bridget Jones die jou een bepaald verknipt beeld geven van hoe romantiek in elkaar zit. Maar daartussenin bestaat eigenlijk niks. Er is nature, er is nurture, maar er zijn geen concrete dingen. En als je die denkmodus op alles gaat lopen toepassen, dan blijft er heel weinig over van je realiteit. Maar dan, alles is een machine, het machinisme van Arjen Klein-Heerenbrink om liefde te begrijpen. Onder andere, ja, dat zou een mooie subtitel zijn geweest. Hoe? Nou, een van een andere reden waarom liefde een dankbaar voorbeeld is de mensheid is al duizenden jaren bezig met proberen liefde in beeld te brengen. Right? Dus de hoeveelheid liedjes, de hoeveelheid poëzie, de hoeveelheid liefdesverklaringen, de hoeveelheid liefdesrelaties, de hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek naar liefde, daar kun je bibliotheken mee vullen. En niemand heeft ooit de definitie van liefde gevonden. Mm-hmm. Niemand is ooit gekomen met drie proposities, drie zinnetjes, waarbij iedereen zegt van, oh, dat is het. Het is een mengsel van John Mayer mag met pensioen. Alle liefdesproblemen zijn afgelopen. Nu weten we wat liefde is. Nee, dat is iets waar je altijd omheen blijft draaien. Mm-hmm. Wat altijd actief en veranderlijk blijft. En wat altijd problematisch blijft. En dat is met alle zaken zo. Dat is dus ook om de titel uit te leggen. De stelling is dus, het is niet zo dat in de werkelijkheid je alles kan reduceren tot één fabriek of machine die overal achter zou zitten. Mm-hmm. Of dat nou atomen zijn, of je brein, of God, of de markt, of wat dan ook. Maar dat je altijd van doen hebt met ecologieën van entiteiten die zelf door elkaar heen zwermen. En als we bij die liefde blijven, dan is liefde de interacties, hoe de hormonen met de personen met elkaar als een soort radartjes. Moeten we dat zo zien? Dat de hele tijd met elkaar interactie zijn? Ja, en je kan dat. En we denken op een aantal punten denken we ook al zo. Dus iedereen begrijpt bijvoorbeeld, het ging daarnet over subculturen. Iedereen begrijpt dat een subcultuur zoals hip-hop, dat een soort rare samentrekking is van een bepaalde soort muziek, breakdansen, graffiti, allerlei culturele zaken, mode-aspecten, verschillende soorten van instrumenten, mm-hmm, verschillende videoclips, verschillende artiesten. En dat als het ware een soort sneeuwbal is die op een gegeven moment losgelaten is en onderweg in zijn bestaan allerlei dingen in zich verzamelt die daar sporen op achterlaten en die dat karakter gaan uitmaken van die entiteit, van wat ik de machine noem, van hip-hop. En met liefde is het precies hetzelfde. Liefde is niet te reduceren tot je hormonen enzovoort. Maar het is wel zo dat de liefde die jij deelt met iemand, of als je heel holistisch bent, die je hebt voor de wereld, dat die als het ware gekarakteriseerd wordt door alles wat erin slijt. Dus door als je een partner hebt, natuurlijk door je hormonen en door de films die je kijkt, maar ook door de gesprekken die je hebt en ook door de familieleden en vrienden en de rare uitjes en de awkward momenten en de rare gesprekken die je hebt met elkaar. En juist doordat alles daarop afkomt, is elke liefde in zekere zin uniek en krijgt een eigen specifieke karakter. Ja, is er iemand aan wie je dit boek graag cadeau zou willen doen, omdat hij helemaal niet denkt helemaal op de manier waarop jij vindt dat hij zou moeten denken? Ja, dit vroeg je me ook in het voorgesprek. We doen altijd alsof het voorgesprek niet gebeurd is voor de zaal. Oh.
Ik droomde dat wij... Dan vinden ze het helemaal raar dat ik het niet begrijp. Ik droomde dat wij een voorgesprek hadden ja. En daarin vroeg je dit. En toen wist ik niemand. Maar inmiddels weet ik dat wel. En nu wil ik zeggen Rutger Bregman van De Correspondent. Oh ja? Want deze week las ik, en dat is al een ouder artikel van hem. Toen, dat is een stuk, daarin recenseert hij een boek van Peter Sloterdijk. De bekende Duitse filosoof. En hij recenseert eigenlijk de eerste pagina alleen. En dan zegt hij van ja, dit is allemaal kwatsch. En de concepten, dat is allemaal gegoochel en gebeerwar. En die continentale filosofie, dat slaat helemaal nergens op. En die trend zie je meer. Dus je ziet nu ook bijvoorbeeld de bekende filosoof Daniel Dennett. Die zie je de postmoderne filosofen, dus waar dit boek zich grotendeels op baseert. Je ziet hem zo'n beetje die mensen die de schuld geven van de Trump administration en post-fact politics. En de idee daarvan is dat als je te maken krijgt met een nieuw vocabulaire, waarbij je even moet denken van, oh, dit komt me allemaal onbekend voor, dat het dan per definitie nonsens is. En ik vind dat mensen die dat denken alleen maar meer bestookt moeten worden met boeken die iets fundamenteels proberen te zeggen over hoe de wereld in elkaar zit. Oké. Ik kan u alleen maar zeggen, ik heb het met plezier gelezen. Ik weet niet of ik het helemaal begrijp, maar ik heb in ieder geval mijn best gedaan. En het is ontzettend leuk en leesbaar geschreven, in ieder geval voor een boek. Het is fijn dat je dat erbij zegt. Ja, nee, voor... Nou, dat, laten we even eerlijk zijn. Er zijn ook wel eens boeken, metafysische boeken, die wat lastiger zijn om doorheen te komen, toch? Of niet? Ja, maar dat is een kwestie van nog een keer lezen dan. Ja, oké. Okay. Nou goed, dat is in dit geval misschien niet helemaal nodig, omdat het gewoon ontzettend leuk en leesbaar geschreven is. Dankjewel. Het is te koop vandaag. Doe je aan signeren eigenlijk, of niet? Ja, als iemand een pen heeft. En een glas bier erbij, dan gaan we zo meteen signeren. Oké, okay, goed dat je er was. Arklein Heerbrink. Dankjewel.